Ik ben Hanna, ik ben 22 jaar. Ik woon in IJmuiden. En mijn ouders. En ik heb één oudere broer. En ben je hier ook opgegroeid? Ja, ik ben hier geboren, in Haarlem. En je ouders, komen die ook? Nee, die komen uit ex-Joegoslavië. En hoe oud waren je ouders toen ze hier naartoe kwamen? 30 jaar. En hebben ze dat als fijn ervaren of hebben ze dat in het begin als zwaar ervaren? Ja, in het begin wel zwaar. Ik weet natuurlijk niet waar je bent, welke taal je spreekt en zo. Maar dat is allemaal goed gekomen. Maar heb jij het gevoel dat daar nog een stukje pijn zit? Of? Ja, ik denk wel bij mijn moeder vooral, maar bij mijn vader weet ik het niet. En ik heb zelf 8 jaar last gehad van een eetstoornis. Je hebt de afgelopen jaren, is het jou ook overkomen? Weet jij nu waarom de eetstoornis jou is overkomen? Ja, grotendeels ook identiteit en thuissituatie. Dat denk ik vooral. Ik heb die periode als heel zwaar ervaren. Hoe heb jij die periode? Ik vergelijk het altijd met een van de zwaarste bergenetappes die ik heb gereden in mijn leven. Hoe heb jij de afgelopen jaren zelf ervaren? Ja, ook wel zwaar. Maar ik merk wel, verder ik in het leven sta, hoe fijner het is. Dus ja, dat ik niet echt helemaal terug wil naar toen. Het wordt steeds leuker, het leven. Maar leuker het leven zonder eetstoornis. Ja. Maar dat vind ik wel heel fijn dat je dat zegt. Ja. En wat is er dan fijner? Wat is nu fijner dan in de periode dat je midden in de eetstoornis zat? Ja, sociale isolement heb je. Je hebt geen contact echt meer met anderen. Jij bent echt alleen maar bezig met jezelf, met je eetstoornis. Ja, geen leuke dingen doen, ja. Je hebt best wel een zwaar traject doorlopen. Wat heeft je nu het meeste geholpen? Ja, vooral de mensen met jou ook het contact. De begeleiding van je mag er zijn en... Je bent goed zoals je bent. Ja. En niemand is perfect. Ja. En je staat nu zelfs op een punt dat het zo goed gaat. Je bent nog niet helemaal krachtig genoeg, vind ik. Maar je hebt wel als motivatie heb je ingeschreven om met ons de Amstel Gold Race te fietsen. Mm-hmm. Hoe zie je dat zelf? Ja, ik vind het wel spannend, maar wel echt heel leuk. En grote motivatie en doel. En ga je het ook echt doen? Ja. Ja, want wat heb je nog nodig? We hebben nog een aantal maanden te gaan. Wat heb je nog nodig om uiteindelijk ook echt van start te gaan tijdens de Amstel Gold Race met 500 vrouwen? Met allemaal hetzelfde shirt aan. Allemaal lichtpuntjes. Ja. Gewoon nog wat aansterken. Wat mooier worden. Ja. Wat mooier worden, wat krachtiger worden. Ja. En als ik aan jou vraag, wat is de afgelopen periode jouw lichtpunt geweest? Ik denk toch steeds vrijer zijn en spontane dingen kunnen doen. Zoals met mijn verjaardag kon ik uit eten gaan. 3 gangen menu. En... Wil je dat nog een keer herhalen? Wil je deze zin alsjeblieft nog een keer herhalen? Gewoon weer vrijer dan op mijn verjaardag, gewoon 3 gangen menu. Dat is een beetje, dat vind ik een lichtpunt. Ja. Want dat heb je jaren namelijk niet gedaan. Nee. En Hanna, mag ik heel eerlijk zijn? Dat heb je nodig. Dat heb je nodig om helemaal terug te komen in je kracht. En uiteindelijk 11 september met ons die Amstel Gold Race te rijden. Gaan we ervoor? Zeker. Tik hem aan. Yes. Top.